Daarover straks meer. Justitie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 56-jarige man uit Rotterdam die kinderporno had verzameld. Het bijzondere in zijn collectie is een grote hoeveelheid tekeningen en computeranimaties waarin kinderen worden misbruikt. Virtuele kinderporno wordt het genoemd. En de grote vraag is dat ook strafbaar? Justitie vindt van wel. Op de redactie Paul Verspeek, hij was bij de rechtszaak in Rotterdam. Paul, bij tekeningen gaat het natuurlijk niet om echte kinderen. Waarom vindt justitie het wel strafbaar? Het is nog best een ingewikkelde discussie die vandaag in de rechtszaal is gevoerd. Je kan aan de ene kant zeggen, er zijn geen echte slachtoffers gemaakt. Geen echte kinderen misbruikt bij tekeningen of computeranimaties. Misschien kan je zelfs wel zeggen, nou liever dit dan dat ze echte filmpjes gaan maken met echte slachtoffers. Maar justitie heeft toch een andere mening. Die zeggen, nee, dit verlaagt de drempel. Het verlustigen aan dit soort tekeningen en animaties verlaagt de drempel om misschien echt tot kindermisbruik over te gaan. Het houdt ook een soort subcultuur in stand van mensen die kinderporno met elkaar aan het verzamelen zijn. Want daar maakt dit gewoon een onderdeel van uit. En bovendien, wat ze hebben aangetroffen, de tekeningen en de animaties, zijn ook veel ernstiger vormen van kinderporno dan het, wat je kan noemen, reguliere materiaal. En dan komen er monsters bij, dieren bij, kinderen, baby's worden gemarteld en dergelijke. En justitie zegt, we willen ook een belangrijk onderscheid maken. Het gaat er niet om dat een bloot kind op een olieverfschilderij of strips van Suske en Wiske in de blote kont die in omloop zijn, dat we dat nou strafbaar gaan stellen. Maar als er een duidelijke perverse bedoeling achter zit, een strekking duidelijk pervers is, zoals bij deze man aangetroffen, dan moet het strafbaar worden. De verdachte heeft al die afbeeldingen gedownload. Hoe kijkt hij tegen de tekeningen en de animaties aan? Nou, hij zei vandaag dat hij daar eigenlijk nooit zo op gelet had. Hij heeft een softwareprogramma waarmee hij automatisch kinderporno kan downloaden. Dus dan hoeft hij niet eens achter zijn pc te blijven zitten. En ja, dan zit dat er ook wel tussen. Dat was een beetje zijn verklaring. Er werd ook vandaag een beeld geschetst van een man die eigenlijk zijn hele leven doorbracht, althans de laatste tijd, achter de computer. Dan zat hij bijvoorbeeld 11 uur lang World of Warcraft te spelen aan elkaar. Dat is een befaamd computerspel. En tussendoor dan zat hij dus die kinderporno te downloaden. 88.000 plaatjes in totaal hebben ze aangetroffen, van zo'n 1200 dus die virtuele plaatjes. De man is eerder veroordeeld voor bezit van kinderporno, is toen ook behandeld en tijdens de behandeling gewoon doorgegaan. Hij is veroordeeld voor ontucht. Nou, justitie zegt, 2 jaar cel, dat vinden we wat minste. Eigenlijk moet hij ook behandeld worden, dat willen we ook. Maar we hebben niet de illusie dat hij daar misschien nu wel gehoor aan gaat geven. En dat dan beter gaat aflopen dan bij de vorige keer.